Hartelijk welkom, dit is het RTVA-journaal van vrijdag 18 april. Mijn naam is Yashin Baroet. Vandaag beginnen we met de kunstroute. Omdat Amstelveen dit jaar 50 jaar bestaat, is er een speciale kunstroute uitgezet. Deze culturele route is een verbinding tussen de twee grootste musea van Amstelveen. Namelijk het Jan van der Togt Museum en het Cobra Museum. Afgelopen donderdagavond was de officiële opening. De kunstroute Amstelveen is eigenlijk een verbinding tussen de twee belangrijke musea in Amstelveen. Het Cobra Museum en het museum Jan van der Togt. Hij loopt vanaf het Cobra onder de A9 door, Ouderkerkelaan, Stationstraat, Dorpstraat. En op die route bevinden zich kunstwerken. Dat zijn digitale afbeeldingen van kunstwerken. De originele die komen nog in augustus in de kunstuitleen te hangen. Maar dit zijn dus afdrukken, zeg maar, op kunststofpanelen aangebracht. 40. En tegelijkertijd nog eens 22 vlaggen die met name in de Stationstraat en de Dorpstraat zijn te vinden. De gemeente Amstelveen heeft eigenlijk een relatief bescheiden bijdrage geleverd. Van dat geld zijn alle boekjes gedrukt die te verkrijgen zijn en waar alle kunstwerken in afgebeeld zijn. Het aardige van dit project is nou juist dat toen men bij mij kwam, er niet eerst om geld gevraagd werd, maar eigenlijk alleen om steun en niet zozeer om geld. En men zei van nou, we willen dit allemaal op eigen initiatief doen, we willen zelf het geld vinden. En toen was het niet meer dan logisch dat wij ook een bijdrage leverden. U bent kunstenares, wat is uw bijdrage hierin geweest? Nou, als kunstenares, maar ook een beetje in de organisatie. Om te kijken waar de panelen moeten, hoe het boekje vormgegeven moet worden. Algehele steun van het hele project en enthousiasmeren. En de bedoeling van ons is dat zoveel mogelijk Amstelveeners en ook bezoekers van Amstelveen deze route gaan lopen en dat ze dan kennis kunnen nemen van kunst en cultuur via al deze kunstvoorwerpen in Amstelveen. Heerlijk, midden in het jaar een paar extra dagen vrij. Goede Vrijdag en Eerste en Tweede Paasdag. Maar weten mensen wel waarom we vrij zijn op deze dagen? Wij gingen de markt op en stelden deze vraag. Wat voor dag is het vandaag? Goede Vrijdag. Weet u wat deze dag inhoudt? Het is een goede weer ook. Ja, het is de Lijdensweg, hè? De Lijdensweg van de Heere Jezus. Ja, 18 april. En is er nog een speciale dag? Goede Vrijdag. En weet u wat deze dag inhoudt? Want heel veel mensen zijn vrij natuurlijk. Ja, het is een christelijke dag. En geen idee waarom? Wel een beetje, ja. Goeie Vrijdag. En weet u ook wat deze dag inhoudt? Ik zou het niet weten, sorry. Dus u bent vrij, maar weet... Ja, ik weet het wel, maar ik heb... werk, hè? Maar sommige mensen zijn vrij en die weten niet eens waarom. Nee, maar wij moeten werken, daarom weten wij het ook niet. De 18 april. Maar ook nog een speciale dag? Nou, wat mij betreft niet. En weet u wat Goeie Vrijdag inhoudt? Ja, natuurlijk. Dat is de dag van het lijden van Christus. Het is de dag dat Jezus stierf aan het kruis. Het lijden van Christus. Even kijken hoor. Dat was het ook. Oh jee. En weet u wat wij vieren op deze dag? Nou, dat moet je aan haar vragen, dat heeft ze net geleerd. Oh, vertel het even aan ons, we zijn heel erg benieuwd. Dat hij aan het kruis wordt gehangen ofzo. Heel goed. En weet je ook, want hierna hebben we zo meteen Pasen. En weet je dan ook weer wat dat betekent? Dat hij weer opstaat uit de dood. Nou, je hebt het helemaal goed. Hartstikke goed antwoord. En Pasen, weet u dat? Dan komt hij weer... Nee, dat weet ik even niet. Kan er even niet opkomen. Werd het bijna goed. Ja. Toen was weer zijn wederopstanding uit de grond. Ja. Ja, nou, fantastisch. Nou, dat is de dag van de opstanding. Toen stond hij op uit de dood. Heel goed. Goeie Vrijdag. En weet jij toevallig wat het inhoudt, Goeie Vrijdag? Want volgens mij ben je vrij nu of niet? Nee. Ja, ik ben wel vrij, maar ik weet niet wat het inhoudt. Ik weet in ieder geval dat hij dan naar het kruis wordt gebracht. En dat hij dan wordt gekruisigd. En dan over 40 dagen dat hij dan weer opstaat in de grot. En dat Maria hem dan kwijt is. En dat hij dan helemaal in paniek zijn. Maar nee, voor de rest, ik weet echt de gelovige dingen erachter, weet ik niet. Goede Vrijdag. En weet u wat deze dag inhoudt? Ja, zeker. De kruisiging. En Pasen? Antwoord, weet ik ook. Opstanding. Kijk, u bent op de hoogte. Ik ben op de hoogte. Heeft u nog leuke plannen met Pasen? Ja, ik ga straks naar de Matthäuspassion. Nou, dat is wel helemaal een goed antwoord, toch? Ja, helemaal. Ik wil mensen laten weten hoe het is om verslaafd te zijn. Dit is het gevoel dat cabaretier Javier Guzman bij zijn kijkers in zijn nieuwe show Delirium 2 wil overbrengen. Op donderdag 24 april staat hij om 8 uur in Schouwburg Amstelveen. Hij vertelt openlijk over zijn verslavingen, waar cocaïne er één van was. Kaarten zijn te reserveren via schouwburgamstelveen.nl.
De etalage van het stadshart worden op een koninklijke manier aangekleed. Er wordt een wedstrijd gehouden onder de winkeliers wie de mooiste en meest originele etalage heeft. Daarnaast worden leegstaande winkels ook mooi opgevuld met een koninklijk tintje. De paspop in jullie etalage moet Maxima in een mooie jurk voorstellen, neem ik aan. Kun je me wat over dat initiatief vertellen? Zoals jullie allemaal weten komt het Koninklijk Huis hier langs, hè, naar Amstelveen. En aangezien ze in principe over de Rembrandtweg komen, hadden wij bedacht dat het natuurlijk wel heel leuk is om iets in het teken van Koningsdag te doen. Dus die input heb ik aan mijn etaleuze gegeven en... Zij is daarmee aan de slag gegaan en heeft het boudoir van Maxima gecreëerd. Met Maxima erin en allemaal mooie jurken die zij wellicht een keer kan dragen. Heb je al reacties gekregen van de klanten? Enorm veel. Het was vorige week al toen het gemaakt werd dat mensen echt alleen maar stil bleven staan en keken wat er aan de hand was. En sinds die tijd gaan zelfs mensen foto's maken voor de etalage en om met Maxima op de foto te gaan. Het zou leuk zijn als het ziet, maar die illusie heb ik niet hoor. Want als het goed is komen ze over de Rembrandtweg, echt gewoon op het midden van de straat. En staan hier duizenden mensen, dus ja. Het zou me erg verbazen als zij toevallig ineens net deze kant op kijkt. Het zou natuurlijk heel leuk zijn, maar ik denk niet dat het gebeurt. De winkeliersvereniging, die zeiden tegen elkaar van ja, dit kunnen we natuurlijk niet zomaar laten gebeuren. Dat die koning voorbij komt met de koningin en zijn hele familie. En dat wij niets doen in de straat. Dus toen hebben we met elkaar gesproken en we zeiden, we gaan er een wedstrijd aan koppelen. We gaan gewoon de competitie met elkaar aan. Wie heeft de leukste, meest feestelijke of meest oranje etalage? Nou, het is zo dat degene die stemmen, en dat is het winkelend publiek, die is de jury. Vanaf volgende week woensdag kunnen zij stemmen. Staat er een grote advertentie in het Amstelveense Nieuwsblad. Daarin zit een coupon. Die kunnen zij uitknippen, invullen wie zij de mooiste etalage vinden hebben. De etalage die wint, degene die daarop gestemd hebben, daaruit wordt iemand getrokken en die krijgt 100 euro om te kunnen winkelen op de Rembrandtweg. Kunt u wat vertellen over de leegstaande winkels op de Rembrandtweg? We hebben als initiatief van de winkeliersvereniging in Amstelveen hebben we geprobeerd de leegstaande winkelpanden een koninklijk uiterlijk te geven in verband met het bezoek van Hare Majesteit de Koning en Hare Majesteit de Koningin. En we willen laten zien dat de kleding die Maxima ook draagt ook in Amstelveen te koop is. Onder andere Oscar de la Rente, wat zij regelmatig draagt en wat we ook in de modebladen terugzien. We zijn daardoor geholpen door een antiquaire uit Amsterdam die de antieke meubels ter beschikking gesteld heeft. Waarom deze inrichting? Omdat we eigenlijk een beetje de koninklijke allure, wat ik al eerder zei, willen uit laten stralen in Amstelveen. En we hebben geprobeerd in dit leegstaande winkelpand een eetzaal, annex, balzaal uit een van de paleizen weer te geven. Dat is de achterliggende gedachtegang hierbij. In de meivakantie is het Kinderfilmfestival in Cinema Amstelveen. De hele week kan de jeugd kiezen uit 3 films om te bezoeken. Er is ook een 3D-film die de kinderen kunnen bekijken, Rio 2. Voor het complete programma en het bestellen van intreebewijzen kunt u terecht op schouwburgamstelveen.nl. En dan nu het weekoverzicht. Na meerdere speculaties is maandag dan echt de dag dat de officiële collegevorming bekend is gemaakt. Maandag om 4 uur waren wij aanwezig bij Wijngaard de Amsteltuin, waar de bekendmaking plaatsvond. Verrassende uitkomst. Nou ja, was u verrast toen u wordt gevraagd door Herbert Raad? Nee, dat was al in een eerder stadium, hadden mensen al aangegeven en gevraagd of ik bereid was om eventueel een post in te nemen. Voor mij niet, want we zijn ja, heel hard gewerkt. En dit is inderdaad de uitkomst. 24 raadzetels in de gemeenteraad. Ja, en fracties en partijen waar wij als VVD graag mee willen samenwerken. Toen heb ik gezegd, als de portefeuille interessant is, als ik het idee heb dat ik daar wat aan toe kan voegen, dan graag. U bent nummer 2. Voel je ook als nummer 2? Ik ben onderdeel van een college dat samen heel veel zin heeft om Amstelveen ruimte te gaan geven. We hebben elkaar ontmoet voor het laatst op de verkiezingen, verkiezingsavond. Dat was je iets, toch niet blij. Je bent nu hartstikke vrolijk. Nou, hartstikke vrolijk. Ik ben in ieder geval blij na de verkiezingen. En zeker als je de foto's in de krant mag geloven, dan hoop ik dat mijn gezicht er iets vrolijker uitziet dan zoals in de krant staat. Hoe heeft Herbert u benaderd om samen coalitie te vormen? Nou, de verkiezingsuitslag was heel duidelijk qua VVD en D66. We waren 2 hele grote partijen geworden met een duidelijk mandaat van de kiezer. Jeugdzorg, dat is nog niet niks, hè, voor een beginnend wethouder. Nou, ik denk dat we momenteel de algehele decentralisatie komt naar de gemeente toe.
En ik denk dat het heel verstandig is dat we die taken verdeeld hebben over alle wethouders. Om te laten zien dat we dat als volledig college en bestuur gaan dragen. U bent nu de juiste man over dat ene beschermingsmiddel waar GroenLinks zo tegen op is. Ja, Roundup bedoelt u. Ja. Ja. En wat gaat u tegen doen? Nou, ik kan u wel verklappen dat we daar €330.000 voor hebben vrijgemaakt om daarmee te stoppen. Sander Mager, was dat geen goede kandidaat geweest om in het bestuur te komen? Ja, Sander Mager was een goede kandidaat. Waarom is die er dan niet? Nou, omdat wij niet voor GroenLinks gekozen hebben. John Deven zei dat het enorm veel geld zou kosten. En waarom nu wel dan? Het kost ook enorm veel geld. We hebben ook niet bijvoorbeeld voor het CDA gekozen. Jan-Willem Groot, ook een hele goede kandidaat. €330.000 op jaarbasis is erg veel geld. Maar waarom nu wel dan doen? Omdat wij nu die keuzes maken. Dus het gaat niet zozeer om dat mensen geen goede kandidaat zijn. Maar het gaat erom wat voor een team wil je hier neerzetten. Daar zijn mevrouw Veening en ik de afgelopen weken mee bezig geweest. Dat doe je ook samen met je fracties. Dat doe je samen met BBA hebben we daarover gesproken. Ja, en dit is de uitkomst. En ik denk wel dat we een fantastisch team hier hebben staan. Op boerderij Elzenhoven zijn twee kleine lammetjes geboren. Speciaal voor Koningsdag krijgen ze een koninklijke naam. En het speciale is dat u de naam mag uitkiezen. Nou, speelboerderij Elzenhoven staat op Koningsdag ook op de koninklijke route, op de Rembrandtweg. En nou, we wilden daar toch ook van tevoren al wat aandacht aan besteden. En toen er twee lammetjes geboren werden van de Veluwse heideschapen, een rammetje en een ooitje, dachten we nou, misschien kunnen we daar nog iets leuks mee doen. Dus we vragen alle kijkers om een naam te bedenken, een koninklijke naam voor deze twee lammetjes. Ze kunnen dat insturen naar elzenhoven@amstelveen.nl. Tweede paasdag is de uiteindelijke dag dat we zeg maar alles binnen willen hebben. En dan gaan wij op die dinsdag daarna kiezen welke leukste naam, koninklijke naam ingestuurd zijn. En degene die gewonnen hebben, die krijgen een boek van ons. Dat heet Vorstelijk Vee. Omstreeks 9:30 op dinsdagochtend werd er in de Albert van Dalsumlaan een wietplantage opgerold. Ooggetuigen zagen dat er ongeveer 20 politieagenten de woning binnengingen en vervolgens de spullen weggooiden. Wij spraken met twee ooggetuigen. Het begon vanmorgen al om 9:30. Toen reed er een politiebusje hiervoor en daar stapte er een man of 8 uit. Ik kwam voor het raam en ik zie ineens twee agenten deur open daar aan de overkant. En ik zie twee agenten, één met een lichtgeel jasje. En die stonden maar te wachten. Die gingen bellen en kloppen en door de brievenbus kijken en nog eens bellen en nog eens kloppen. En uiteindelijk, nou ik denk dat het wel 3-4 minuten geduurd heeft, totdat de deur werd geopend. Intussen waren de wijkagenten op de fiets hier al gekomen. En toen om 10:00 moest ik weg. En toen kwamen er 2 personenauto's aanrijden. Die zaten ook vol politie. Ik heb het is daar aan de hand. Ik ben mezelf. Hè. Ik denk nou, eindelijk zijn ze uit hier in de buurt. Maandag is het nieuwe Amstelveense college definitief bekendgemaakt. VVD, D66, BBA en de PvdA zullen, als alles goed verloopt, de komende 4 jaar aan de touwtjes trekken. Tijd om te vragen wat de nieuwe oppositie hiervan vindt. Eerste reactie op het nieuwe college? Ja, nou, ze staan er. Ik zag ze bij jullie in de uitzending gisteren. Het programma is inmiddels ook bekend geworden, dus ik heb die nu voor het eerst doorgelezen. En er staan toch een heleboel dingen in waar je het moeilijk mee oneens kan zijn, geloof ik. Ik zou het redelijk vaag nog willen omschrijven. Het is een contourenakkoord, hè? Het moet allemaal nog ingevuld worden, denk ik. Ja, een soort van intentieovereenkomst. En er worden wel de concreetste dingen, dat zit toch een beetje, hè, er wordt weer over stadstrand gesproken of publieksbalie in het stadstrand, zit toch een beetje de leuke dingen voor de partijen. Maar als het gaat over de grote dingen die geregeld moeten worden, hè, zoals hoe gaan we Amstelveen weer aan het werk krijgen, wat gaan we met de zorg doen, hoe houden we de kwaliteit van de stad op peil, en daarvan staan we van, hè, daar gaan we mee aan de slag. Maar echt de concrete invulling daarvan, dat laat nog enigszins op zich wachten. Ik denk dat er wel een te groot aantal rechtse partijen in zitten. D66, VVD en ook burgerbelangen. Dus één partij die ook nogal klein is en ook even verloren met de verkiezingen, die links is. Dat is de Partij van de Arbeid. Ik hoop dat die voldoende invloed kunnen uitoefenen om het beleid toch wel sociaal te houden. Wat ik nu heb gezien uit het collegeprogramma is dat de WMO wordt totaal niet genoemd. Sociale voorzieningen worden ook niet genoemd. Ik vraag me erg af hoe het wel moet gaan met het sociaal domein. En wat ik verder zie, de woorden die nu worden gebruikt, is eigenlijk voortzetting van het huidige beleid. Want het lijkt wel heel erg op wat in het overdagsdossier heeft gestaan.
We hebben inderdaad gisteren vernomen en naar de krant kunnen lezen dat de vier partijen elkaar gevonden hebben. Dat we uit de krant hebben moeten vernemen, dat vind ik teleurstellend, eerlijk gezegd. Neem niet weg dat wij de vier partijen gewoon heel veel succes wensen de komende vier jaar. En dat het een hele mooie periode mag worden voor deze vier wethouders en deze vier partijen. Wij zijn niet inhoudelijk betrokken bij de onderhandelingen geweest. Dat vind ik wel opmerkelijk. We hadden daar graag aan meegedaan. Hebben wij ook laten weten. Men heeft een andere route gekozen. Dat vinden wij jammer. Maar het neemt niet weg dat wij natuurlijk alles zullen doen, ook vanuit de gemeenteraad, om het beste te bereiken van Amstelveen. En dat wensen we uiteraard ook de coalitie toe. De gemeente gaat stoppen met het veelbesproken onkruidbestrijdingsmiddel Roundup. Dit is een van de afspraken die het nieuwe college heeft gemaakt. Een prettige mededeling voor oppositiepartij GroenLinks, die al lange tijd tegen het middel ageert. Gefeliciteerd, Roundup is afgelopen. Ja, dankjewel. Het is nog niet helemaal afgelopen, dat wil ik er wel bij zeggen. Dit jaar gebruiken we het nog, maar als we het nieuwe collegeprogramma moeten geloven, dan is dit wel het laatste jaar. En GroenLinks ziet natuurlijk graag dat we meteen stoppen, maar we zijn ook wel heel blij dat, dat dit dan het laatste jaar is en dat het volgend jaar niet meer gebruikt wordt. Alle overheden zijn er inmiddels van overtuigd dat het schadelijk is voor het milieu. De drinkwaterbedrijven hebben aangegeven dat het ontzettend moeilijk te verwijderen is uit het grondwater en het drinkwater. Er zijn veel rapporten die toch suggereren dat het niet goed is voor de natuurlijke omgeving. Ja, en dan moet je toch eigenlijk het voorzorgsprincipe willen hanteren en er gewoon mee willen stoppen. Het zou toch sowieso in 2015 landelijk verboden worden? Een jaar later. Er ligt een motie in de Tweede Kamer dat het een jaar later inderdaad landelijk zou stoppen. Dat is, daar kan van alles nog mee gebeuren. Dus ik ben gewoon heel blij dat er nu de gemeente Amstelveen heeft gezegd, wij gaan in ieder geval een jaar eerder en sowieso al definitief stoppen. Door een misverstand verwachtte de eigenares van de voedselbank een bedrag van 15.000 euro van de gemeente. Helaas kan dit geld niet volledig aan voedselpakketten worden besteed. Wat zijn volgens u de beweegredenen voor deze extra subsidie van nieuw bestuur? Nou ja, dat ze eindelijk, ze sturen natuurlijk zelf ook mensen naar ons toe. Dus in het begin was dat niet zo, want er bestond de voedselbank niet voor de gemeente. Maar nu zijn ze dus zover dat ze zelf mensen vanuit de gemeente hier naartoe sturen om die mensen te helpen aan een pakket. Een vrij liberaal college, maar een vrij sociale zet. Ja, zeker, maar liberalen zijn over het algemeen ook wel heel sociaal. Het gaat er vooral om dat mensen zelf kunnen doen. Hè? Mensen die zelf de handen uit de mouwen steken. Maar ja, goed, als je bij de voedselbank kijkt, Greja Twint. Ik heb altijd veel bewondering voor haar gehad. Maar dat geldt voor iedereen hier in de politiek. Dus ik denk dat het goed besteed geld is. Ja. De voorbereidingen voor de optredens tijdens Koningsdag zijn in volle gang. Wij zijn een kijkje gaan nemen bij de Willem-Alexanderschool, waar de leerlingen van verschillende groepen een lied en danspasjes instuderen met de titel Het is voor de koning. De kinderen vinden het natuurlijk spannend en een grote eer om zich straks voor de koninklijke familie te presenteren. André Vulperhorst, de coördinator van eigenlijk de muziekaandeel in Amstelveen, die heeft gevraagd of ik een soort ouverture wilde schrijven. En het is een soort hymne geworden, vrij koninklijk. En daaraan aansluitend heeft Casey Brandy een lied gecomponeerd, Het is voor de koning. En daar heb ik een arrangement voor gemaakt. En verder heb ik muziek geschreven die dan in het hele uur dat het koningspaar hier zal zijn, die als een soort verbinding tot aan de finale reikt. Ik ben de componist van het liedje Het is voor de koning. Waar heb je nou rekening mee gehouden tijdens de compositie? Dat het een energiek ding moet zijn. Ik bedoel, er staan daar 150 kinderen te zingen en daar moet gewoon een energie van uitstralen, zeg maar. Dus het is een pittig nummer geworden. Er wordt in de media weer veel aandacht besteed aan pesten. Dinsdag was het de dag tegen pesten. Op Nederland 3 werd er al een programma aangeweid en op RTL is binnenkort Project P te zien, dat al meerdere malen in het nieuws aan bod kwam. Wij vroegen de Amstelvener wat zij van al dat gepest vinden. Pest jij wel eens? Nee. Werd u nog gepest? Vroeger? Ja. Werden jullie gepest toen jullie klein waren? Helemaal niet. Hebt u wel eens gepest? Ik denk het wel, ja. Dat is iets van nu? Dat is iets van nu. Ik denk wel, eigenlijk stiekem een beetje dat pesten van alle tijden is. Pest jij? Nee. Pest jij wel eens? Nee. Hoezo heeft u dat gedaan? Ja,
meegaan met de anderen. Word je gepest? Nee. Wat de anderen doen, doe ik het ook. Ja, toch wel. Wat vind je van pesten? Stom. Ja, pesten is niet goed, slecht. Ik vind het heel slecht en het moet gestopt worden. Wat vinden jullie van pesten? Heel slecht. Wat kunnen we tegen doen? Aanpakken. Hoe? Hard te aanpakken. Ja, maar hoe? Leerlingen zelf moeten het door krijgen. Niet alleen via leraar, want dat werkt gewoon niet. Ja, ik denk meer dat van opvoedkundig perspectief dan dat je een tv-programma erover maakt. Want dat heeft weinig zin voor die kinderen zelf. Wat gaan we tegen doen? Weet niet. Ik weet het niet. Opvoeding doet er ook mee te maken hebben, denk ik. Ouders inschakelen. Ouders vooral inschakelen. En die moeten op hun kinderen letten. Woensdagavond is rond 7 uur een losgebroken koe doodgeschoten door de politie. Meerdere koeien waren ontsnapt uit een weiland achter de brandweerkazerne. De doodgeschoten koe was zo onrustig en wild dat de politie besloot het dier neer te schieten. Het voorval speelde zich af aan de Graaf Albrechtlaan. Nadat het dier eerder op de middag al klem kwam te zitten tussen een tram en later wild op een agent kwam afstormen, werd er besloten de koe neer te schieten. Het duurde de politie te lang voordat een artis-medewerker met een verdovingswapen arriveerde en omdat een veearts slechts beschikt over verdovingspijltjes en niet over een wapen, zag de politie geen andere oplossing. Het was een weloverwogen beslissing, laat Ruben Sprong van de politie Amsterdam-Amsteland telefonisch aan ons weten. Het gebied werd vooraf ontruimd, zodat niemand gewond kon raken. Twee andere losgebroken koeien zijn bij de aanloop ingesloten met hekken. Deze dieren zijn wel met verdovingspijlen geschoten. De politie gaat het incident zelf evalueren. Veel Amstelveeners zijn kritisch en hebben boze reacties op het incident. Zij vragen zich af waarom het dier niet met een verdovingsgeweer geschoten had kunnen worden. Verder maken mensen zich zorgen over de kinderen die het schieten hebben gezien. Voor hen en andere omstanders is slachtofferhulp geboden. Ik zat te eten met mijn familie en het zoontje van mijn broer die zei ineens ik hoor schoten. Dus wij kijken, toen moesten we meteen naar binnen omdat ze aan het schieten waren. Toen bleek er een koe die losgebroken was echt recht voor onze deur te staan en die hadden ze neergeschoten. De koe zakte door zijn knieën en was nog niet dood. Toen werd er nog een paar keer geschoten vanuit een auto en de koe was nog steeds niet dood. Toen is mijn broer naar buiten gegaan. Die heeft gezegd dat hij nog een paar keer geschoten moest worden, want de koe moest natuurlijk wel echt dood. Want inmiddels kon hij al niet meer gered worden. De politie zei dat hij nogal een wilde indruk maakte. De koe, kwam hij ook zo op u over? Nou, natuurlijk was hij bang. Hij was angstig. Hij liep al vanaf de brandweerkazerne Amstelveen, dat is hier 4 kilometer vandaan, liep hij al hier naartoe. Dus natuurlijk was hij angstig. Hij werd opgejaagd door allemaal politie en zo. Maar agressief zou ik hem niet willen noemen. Nee, nee. Ik vind ook dat het heel anders had moeten gaan. Ze hadden gewoon een verdovende prik moeten geven of verdovende schot moeten geven. En dan was het ook opgelost geweest en dan had dit allemaal niet gehoeven. Het was heel naar om te zien. Op Koningsdag krijgen 600 Amstelveense kinderen kleurige sjerpen uitgedeeld die gemaakt zijn door Burhans Kleding en Schoenservice. De winkel zit in winkelcentrum Middenhoven en wij zochten Burhan op terwijl hij druk bezig is met het omzomen van sjerpen. Want het feest is al volgende week zaterdag. 600 sjaals, dat is een heel werk, hè? Ja, dat is een heleboel en het moet allemaal voor Koningsdag af. Dus het gaat veel tijd in beslag nemen. Maar het is leuk werk, dus het gaat wel lukken. Waarom hebben jullie de opdracht gekregen? Ja, dat is een goede vraag. Ik denk het beste dat we dat aan de Oranje Vereniging kunnen vragen. En, maar ja, mensen zijn heel blij met ons, dus dat gaat rond, mond op mond. Dus waarschijnlijk hebben ze dat ook gehoord. Hoe lang is hij daar nou mee bezig? Ongeveer voor één sjerp doet hij zeg maar 5 minuten. Ja, rekent er maar uit, 600 sjerps keer 5 minuten. Ja. Dat is heel veel tijd in beslag. Misschien vlak voor Koningsdag klaar? Ja, dat wordt even flink doorwerken. Het Amstelveense Stadshart blijft vernieuwen om de huidige concurrentiepositie vast te houden, zo niet te verbeteren. Niet alle Amstelveners zijn even blij met de veranderingen die in het Stadshart plaatsvinden. RTVA legde Unibail Rodamco enkele stellingen voor. Hoe gaat het met de Stadshart? De Stadshart gaat buitengewoon. We gaan dit jaar voor het eerst door de 10 miljoen bezoekers heen. Daar zijn we erg blij mee. Er komen vernieuwingen aan in het Stadshart. Ja, het Stadshart moet continu vernieuwen om de bezoekers te blijven trekken. Dat klopt. Wat gaat er precies gebeuren? Nou, we hebben een ingewikkeld proces gehad. Daar hebben we 2 jaar mee bezig geweest. Er zijn 23 winkels bij betrokken. Een heel ingewikkeld schuifplan van huurders die elders in het winkelcentrum nu zitten en nieuwe huurders die we plaats hebben kunnen bieden.
Dus er is heel veel bestaans, maar nieuwe winkels. Maar ook een aantal nieuwe retailers, zoals een Massimo Dutti, G-Star Women, een nieuwe winkel van Wii. Nou, de verbouwingen zitten grotendeels achter ons. Als we het hebben over die vernieuwingen. We hebben hier links van mij een aantal hele hoge shopfronts gemaakt, iconic shopfronts. Dat willen retailers. Retailers willen hun merk kunnen uitstralen. En dat hebben we nu gedaan en daarmee zijn we grotendeels klaar. Dat betekent niet dat we helemaal klaar zijn, want retail betekent continue vernieuwing. Dus ook daarin zullen wij door blijven gaan in Stadstad Amstelveen. Dat is goed nieuws dus. Ja, is goed nieuws. En als we kijken naar de stijgende bezoekersaantallen, dan wil de consument dat ook. Uiteindelijk doen we het daarvoor. Morgen wordt het een mooie dag met af en toe wat bewolking. De temperatuur zal rond de 16 graden liggen. Zondag is er kans op regen, maar wordt het wel 19 graden. Dit was het journaal van vrijdag 18 april. Wij zijn er dinsdagavond weer om 7 uur met een nieuwe uitzending. Alvast een fijn Pasen. Dag!